mens. Positief. Hij weet wel heel goed wat hij wil. En hij gaat ervoor. Hij is een doorzetter. Hij is een heel lief jongen. Hij is een heel goed mens. Misicjan. Naar de verre hoek. Ja, daar lag het gaatje. Dus, Misicjan. Oh, die stuurt hem prachtig binnen. Ik woonde in Tilburg-Zuid in de Groene Woud en ik heb nog een jongere broertje en nog een broer. En ja, we waren altijd met z'n drieën, altijd stoeien met elkaar, voetballen met elkaar. We deden alles samen met elkaar. En, ze waren veel aan het voetballen binnen, heel de dag door. In je bank springen, ze hadden het leuk met elkaar. Ja, mijn broer begon ook met voetballen, was ook op jonge leeftijd gescout, door Willem II stage gelopen. En uiteindelijk is het niet geworden wat hij wou. Kon ook heel goed dansen, kan heel goed koken. Dus meestal als hij bij mij is, dan laten we hem altijd koken. Omdat hij zo lekker kan koken en dan zetten we muziek. En dan begint hij automatisch ook meteen mee te dansen. Dus we hebben gewoon met z'n drieën nog steeds een hele goede band. Mijn jonge broertje die is bijna elke wedstrijd bij Twente. Is hij ook een supporter. Dus, en mijn jeugdvrienden en zijn vrienden komen ook regelmatig kijken. Dus we zijn nog steeds close met elkaar. Toen hij 6 was, toen kwam hij zo een keer naar mij toe. En toen zei hij zo tegen mij van, ma, ik word profvoetballer. Toen zei ik echt, toen zei hij, ja, ik ga je zorgen. Ik word een profvoetballer. En het is hem ook gelukt. Mede dankzij vele uren voetballen met zijn broers en neef op de pleintjes in Tilburg. We staan hier zo bij onze oude basisschool. Dat is een van de oude veldjes waar het vroeger is begonnen. Waar we hier zo vannacht gingen spelen, straatvoetbal en ja. Het was een hele leuke tijd. Het was altijd druk is hier. Altijd met vrienden voetballen. Met mijn neven en zo. En we wouden nooit naar huis eigenlijk. Hij was een van de beste, ja. Samen met mijn neef natuurlijk. Had je ook nog andere voetballers zoals Nelson de Kok. We waren altijd met heel veel mensen hier. Ja, er waren heel veel leuke evenementen ook hier. Basketbal-evenementen, voetbal-evenementen. En meestal waren we er wel gewoon bij. Op het moment dat ik een beetje in de puberteit zat, zat hij in de bloei van zijn leven en wilde hij alleen maar voetballen. En dan kwam hij mij lastig vallen van, hey, kom naar buiten. Dus, dan gingen we hier naartoe. Of we gingen naar het Johan Cruijff Court in de stad. Dus dat een beetje. Als ik hier nu zo sta, dan komen heel veel herinneringen naar boven. En we hebben heel veel leuke momenten hier gehad. En ik zag het net ook waar we lekker aan het pielen met de bal. En ik denk dat ik hier mijn eerste trucje de fietsentrap heb geleerd. En de fietsentrap heb ik hier geleerd van Torino. En nu we hier weer staan, komt dat ook weer omhoog. En zo. Ja, tuurlijk kan ik die nog wel. Ik ben benieuwd. Ja, heeft er geen vertrouwen in. Die heb ik hier geleerd, zeg maar. Dus het is niet meer dat je acties maakt puur voor de acties. Als ik een actie maak tegenwoordig, wil ik wel dat er een assist uitkomt. Of een doelpunt, of desnoods een schotkans, of weet je. Maar we doen het niet meer gewoon voor de actie zelf. Misicjan. Misicjan. Waarom niet schieten? Ja, uiteindelijk wel. En uiteindelijk vindt hij een keer het gaatje. Ja, waarom niet een keer gewoon schieten? Hij was snel. Maar ik weet het, maar volgens mij was zijn broer sneller. Ja. Ze gingen altijd racen. Maar hij was op een gegeven moment merkte hij wel, naarmate dat hij ouder werd, dat hij op een gegeven moment ging die zijn broer eruit sprinten. Toen was het feestje over. Maar ja, hij was altijd zo snel en had liefde voor het spel. Liefde voor het spel en dat zie je wel terug in zijn voetbal, denk ik. Virgil was altijd al snel, joh. Maar ja, ik denk dat dat iets is wat we alle drie hebben. Mijn ouders waren vroeger ook snel, dus ik denk dat we het vandaar hebben meegekregen een beetje. Het grote publiek leerde Virgil kennen dankzij een opmerking van René van der Gijp.
Je hebt een mannetje gezien? Ja. Ik heb een mannetje gezien. Ja. Ja, en een moeilijke naam had hij. Mietje-Jan. Ja, ja. En Frits Kooibach zou zeggen, hij is op de brommer. Ja. Ja, hij is op de brommer. Ja, en hij is echt op de brommer. En als je op de brommer bent, is een kwaliteit. Ja. Nee, waar of niet? Hoe je het ook went of keert. Als je, wat, ik zeg je dat hij nu al twee klassen beter is dan Luke Koki. Nu al? Ja, want die is niet op de brommer. Nee. Die heeft een kleine brommetje heeft hij. Ja. Die heeft zo'n fiets met een beetje... Ja. Hij heeft een opgevoerde. Hij heeft echt een opgevoerde brommer. Ja, kijk, daar gaat hij. Hier. Kijk, daar gaat hij hoor. Nee. Over. Kijk. Daar gaat hij. Ja, op. Daar gaat hij. Nou ja, maar hoe je het ook bent of keert, dat ver. Ik denk persoonlijk dat dat wel een van mijn hoogtepunten was in Nederland. Dat Van der Gijp zo over je praten. Dat je op de bomen zit. En in eerste instantie was ik niet thuis. Ik was buiten huis en een keer kreeg ik berichten binnen van hey, heb je het gezien? En lachpoppetjes en dacht, wat gebeurt hier nou, weet je? En kreeg ik in één keer een video toegestuurd van René van der Gijp. En toen keek ik er zelf naar, dus begon ik ook te lachen. En toen begreep ik in één keer waarom ik zoveel berichten binnenkreeg. En het was wel een heel mooi moment hoor, dat hij ook nog het bommengeluid nadoet wanneer ik aan het rennen ben. En mooi, heel mooi moment. Ja, het was een wedstrijd tegen Twente. Tegen Twente zelfs. En hij kreeg de bal aan de zijlijn en hij dacht, trek hem maar gewoon door langs de zijlijn. En hij kwam in een sprintduel met Douglas, toen de tijd nog. En ja, hij sprintte voorbij. En vanuit daar zei iedereen dat hij op de brommer was. En ik denk, wat zei je? Was een opgevoerde brommer. Was een opgevoerde brommer. Hij is op de brommen, ja. Bekende uitspraak natuurlijk. Zo kenden we hem. En dat was mooi dat hij het eigenlijk ook op een mooi podium eindelijk liet zien. En alleen maar trots uiteindelijk. Naast voetbal is geloof enorm belangrijk voor Virgil. Hij bezoekt zo vaak hij kan evangelische gemeente De Deur in Tilburg. De meeste mensen van de kerk die volgen hem. Die volgen hem en we genieten. We zien Virgil goede stappen vooruit maken en soms van tevoren zegt hij tegen mij, dit seizoen, ik ga zoveel doelpunten maken. En ik zie nu dat hij goede sprongen maakt. En wat brengt deze kerk Virgil? Het geeft hem rust, het geeft hem bepaalde kracht, bepaalde energie die hij heel goed kan gebruiken. Vooral op, met voetballen. Wij bellen regelmatig. Naar de diensten praten we heel veel. Als hij vrij is, is hij hier altijd. Is hij hier altijd. Iedereen heeft een rol. De rol in de zin van dat hij meebidt. Dat hij geloof toespreekt, ook aan de anderen. Wij hoeven helemaal niks als kerk van hem. Ik kijk niet eens dat hij een profvoetballer is of dat hij geld heeft. Nee. Zo kijk ik niet naar Virgil. Ik kijk naar Virgil als een goede vriend, als mens. En als Virgil scoort, scoor jij dan ook een beetje? Of hoe is oh dat? Man, je weet. Wij gaan soms thuis de lucht in. Ja, we zijn heel blij. Hij maakt ons blij, weet je wel. Soms dan heb je toch van die wedstrijden tussen dat je misschien toch niet helemaal lekker voelt. En dan dat is dan meer, meer spiritueel. En dan bel ik hem en dan hebben we het gewoon over bepaalde dingetjes. En dan vaak hem ook van kunnen we bidden. Want ik voel me wel goed, maar ik wil me beter voelen, weet je. En dan beginnen we te bidden. En na dat gesprek, wanneer we dan ophangen, dan voel ik me gewoon vrij. En dan voel ik me met energie. En dan denk ik van, yes, dit had ik even nodig. En misschien zijn dat 2-3%, maar 2-3% maken ook verschil. Oh, goeie bal dit. Mietje-Jan Bijlo komt, heeft daar eigenlijk niks te zoeken. Maar hij timed het wel goed. Ja, weet je, ik kreeg een diepe bal van Gijsmal. En ik dacht van, als ik deze bal kan hebben, dan is het dan is het een open goal. Want ik zag de keeper natuurlijk Bijlo ook uitkomen. En hij tikte hem net voor mijn voeten weg. En ik dacht, shit, oké, snel de bal pakken en ingooien. En wat gaat hij dan doen? Oh, dit is geel. Uitermate onsportief. Dat wordt gewoon geel voor dat onsportieve gedrag. Ja, die keeper gooit die bal opeens in het veld. En hij werd een beetje boos, dus hij gooide die bal op Bijlo. Wat hij ook niet moeten doen, maar En toen zag ik dat hij net de andere bal in het veld gooide. Dus dat irriteerde me wel al. Want als dat hier zou gebeuren op het pleintje, dan denk ik dat ik ook precies hetzelfde zou reageren. Dus
ja, kwam toch wel wat emotie omhoog. Ik kan daar altijd wel van genieten, omdat je ziet dan de persoon. Dat is bij iedere speler, denk ik, als zoiets gebeurt, je kan je erin verplaatsen. Het is gewoon een wedstrijd, iedereen wil winnen. Bijlo deed dat, want ja, die denkt, ik moet tijd trekken, ik moet terug mijn goal in. En Virgil wilde snel ingooien om naar die goal toe te gaan. Die een bal pakt en het veld ingooit, zodat de inworp niet snel kan worden genomen. Vervolgens ligt daar de speler van Feyenoord, Jahan Baks. Wat is daar dan gebeurd? Daarna had ik nog een moment met Jahan Baks die naar me toe liep en zei van ja, als je hem aanraakt, dan heb je met mij te maken. Dus ik dacht van nee, ik heb helemaal niks met jou te maken. En we zijn gewoon aan het voetballen en ik, op dat moment wil je alleen maar winnen. En ik denk dat dat gewoon de emoties was wat even eruit kwam. Dat is Virgil. Ik heb ze altijd gezegd toen ze nog klein waren. Toen ze naar school gingen van kijk, op school kom ik jullie niet helpen. Als iemand jullie heeft verslagen, moeten jullie keihard terugslaan. Dan gaat hij de volgende dag niet meer terugkomen. Dus toen ik dat zag, toen dacht ik, oh ja, het zou gebeuren. Ik heb hem erover gebeld. En ik heb hem gezegd, Virgil, weet je, heel de wereld kijkt naar jou. Het is niet goed, weet je wel. En toen had hij als antwoord, hij zei tegen mijn pastor, het was een emotie. En dat begrijp ik wel als voetballer, weet je wel. En je was een beetje op dat moment, ik dacht van nee, het is niet goed. Ja, het is mooi, het tekent hem hè, dat hij op dat moment gepassioneerd is wat je zegt. En dat hij op dat moment eigenlijk heel graag gewoon een doelpunt wil maken. En dan even gefrustreerd raakt. Hè. Ik heb als grote neef heb ik vaker moeten optreden, zeg maar. Dat hij weer eens bezig was op het veldje. Maar uiteindelijk is dat ook iets wat hij zelf heel goed deed. Hij heeft zichzelf leren redden. En ik zei ook altijd van, weet je, jullie mogen alles tegen hem doen, maar je mag hem niet aanraken. En uiteindelijk, ja, met die mentaliteit is hij opgegroeid. En dan zie je dat ook terug in het veld. Op het moment dat er iets gebeurt, als het onrecht is op het veld, ja, dan reageert hij. Dat hebben we hier geleerd. Hij is natuurlijk ook een tijdje heel lang weg geweest in Bulgarije. Hoe is dat als moeder? Oh, dat was wel een beetje lastig, hoor. Maar ik ging wel naar hem toe. Ik vond, eigenlijk wou ik mee met hem gaan als moeder. Want hij was toch jong. Hij had niemand dat voor hem kon koken en zo. Dus ik vond het, aan de ene kant voor hem vond ik het wel goed, maar ik wou wel mee. Ja, het was lastig. Ik kom op een gegeven moment, koos hij ervoor om naar Ludogorets te gaan. Wat ik zeg was lastig, omdat je zit toch in een land waarbij je denkt van ja, wat ga je daar doen? Maar uiteindelijk als je daarop terugkijkt, ja, heeft hij eigenlijk alleen maar mooie momenten meegemaakt. En wij vanuit achter de schermen, vanuit thuis, zaten we ook gewoon mee te genieten. Hoe hij dan tegen Real Madrid speelde in de Champions League. Alleen maar mooie wedstrijden gespeeld. En ik denk, nu, die bom van ervaring heeft hij, zeg maar nu, die kan hij gewoon mooi gebruiken in de Eredivisie. Dus dat is uiteindelijk is het allemaal goed uitgepakt. En nu kan Nederland ook genieten van zijn kunsten. Dus, Ik denk de wedstrijd tegen Liverpool was een hele mooie wedstrijd. Ik kan nog een moment herinneren, liep ik tegen Sissoko aan. En het leek alsof hij van steen was gemaakt. Ik viel op de grond en ik dacht van zo, het gaat me niet nog een keer overkomen. Dus ik heb wel hele mooie momenten mogen meemaken in de Champions League en ook in de Europa League. En vooral ook in Bulgarije. In eerste instantie hoorde je ook wel veel mensen van wat gaat hij daar doen. En je bent nog zo jong, weet je, probeer nog in Nederland. Ga eerst naar Groningen of naar Heerenveen en via daar nog een vervolgstap te proberen te maken. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om naar Bulgarije te gaan. En als ik zo terugkijk, dan was dat voor mij persoonlijk wel de beste keuze. Na Bulgarije volgde een avontuur bij het Duitse Nürnberg. Een minder gelukkige periode, mede door een zware knieblessure. Ja, het was tijdens een training in de voorbereiding bij FC Nürnberg. En het was op een training was het moment dat ik de bal aannam en kwam een verdediger aan. En ik wou mijn lichaam ertussen zetten. En mijn knie klapte naar binnen en naar buiten. Dus probeerde ik op te staan. En in één keer zakte ik weer door mijn knie. Dus toen had ik wel het gevoel van, oh wacht even, misschien is het wel iets ergens dan dat ik zelf denk. En hadden we een MRI-scan gemaakt en daaruit kwam dat ik mijn kruisband had afgescheurd. Een stukje van mijn kraakbeen was afgebroken en mijn binnenste meniscus had ik ook afgescheurd. Dus het was een hele aanslag in mijn knie. Na zijn blessure, toen is hij bij het KNVB Voetbalmedisch Centrum gekomen om te revalideren.
En daar ontmoet ik hem voor het eerst. Ja, Virgil is wel iemand, daar kom je niet omheen. Dus er kwam wel wat binnen. Nam ook altijd zijn broertje mee. Dat is ook heel erg leuk. En ja, daar hebben we eigenlijk een langere periode gewerkt vanwege het blessureleed wat hij op dat moment had. En het was best wel grappig, want de eerste keer dat ik niks zag, zei hij van... mijn neef van Sandrino Misicant. Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, waar ken je mijn neef dan? Hij zegt, ja, ik ben heel goed bevriend met je neef. Ik zeg, wacht even, dan ga ik hem even bellen. Dus ik bel mijn neef en ik zeg, hey, alles goed? Hij zegt, ja. Ik zeg, kijk eens met wie ik ben, dus ik laat niks zien. En ze beginnen te lachen en, hey Nick, alles goed? En ja, lang niet gesproken, ja, hoe gaat het? Dus ik zag al meteen, oké, de band daar is goed. Dus automatisch werd mijn band met Nick ook gewoon goed, weet je. Dus ik begon hem te zien als een broeder en... Ja, de revalidatie met Nick was echt top. Ik ben echt heel dankbaar en heel blij dat ik mijn revalidatie met hem heb kunnen doen. Het was echt wel een pittige tijd voor hem. En we hebben eigenlijk van iets heel slechts toch iets moois kunnen maken. Want uiteindelijk voetbalt hij nu weer en voetbalt hij ook heel goed bij Twente. Ik denk vooral door hem mee te nemen in het proces. Continu uit te leggen wat bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld. Je moet een bepaalde krachtvoorwaarde hebben voordat je een stap kan maken in je revalidatie. En dat meten we dan. En om door goed uit te leggen wat de implicatie is van die kracht... om uiteindelijk weer tot een goede voetbalfunctie te komen... probeer je iemand mee te nemen. Maar dat kan soms nog wel eens lastig zijn... want op het veld gaan bepaalde dingen al best wel goed. Maar toch in de meting zie je dan dat de kracht nog iets achterloopt. En dan is het toch heel belangrijk om wel uit te leggen van... ja, we moeten toch echt nog ook met die krachttraining aan de gang... om uiteindelijk je knie weer op het gewenste niveau te krijgen. Ja, we hadden ook gewoon plezier in onze revalidatie. En dat was voor mij wel heel belangrijk. Ik hou van plezier en van een goed gevoel. En dat was vanaf het eerste moment dat ik hem zag. Het plezier en het gevoel zat gewoon allemaal goed. En als je ook de revalidatie terugziet tussen mij en Nick. De beeldjes en de momenten die we samen hebben gehad. Dan zie je ook gewoon heel veel plezier en liefde. En dat heeft er echt voor gezorgd dat ik echt een goede en ook gewoon een top revalidatie heb gehad. Yes! Yes! Ik was na een toch een vervelende periode in Duitsland terugkomen naar Nederland. In eerste instantie bij PEC Zwolle. Mijn eerste gesprek met Ron Jans en Jan ging de trainer me toch een beetje uitdagen van... je hebt volgens mij nog nooit dubbele cijfers gemaakt in een seizoen. Ik zei, jawel, in België. Hij zei, nee, echt niet. Ik zei, jawel, echt wel. Hij zei, oké, maar ik denk dat jij dat niet meer kan. Dus in eerste instantie dacht ik, wilt hij me nou uitdagen? Om eerlijk te zijn viel het niet zo lekker bij mij. Na het gesprek zat ik in de auto met mijn aquanemer en zei ik van... ik weet niet zo goed of ik hier naartoe wil komen. Maar hij zei nee, hij probeert je uit te dagen. En toen dacht ik van oké, als hij me wil uitdagen, dan kan hij het ook zo krijgen. En uiteindelijk heb ik toen tegen Jan en trainer gezegd van oké, ik kom naar Twente. Ja, gewoon het gevoel, de sfeer, de energie... Maar ook dat Twente eindelijk weer staat waar ze horen te staan en hopelijk nog veel hoger. Hij nodigde me uit en hij zei van, ik ga je ergens naartoe brengen. Want hij had helemaal niks gezegd. En we rijden zo van 2 uur, alleen zijn we er nog niet. Toen zei ze van, nee, nog even. En we zijn er. En ik zag een grote foto, toen zei ik, we gaan naar Twente. Toen zei hij, oh, heeft het al gezien? Ja, daar gaan we naartoe. Ik zei, wie is dan? Je zei, ja, hier gaat Virgil voetballen. Ik zei, echt? Toen zei ze, ja. Oh, het is een heel groot stadion, hoor, tante. Ik zei, ik wil het zelf van binnen zien. Misicant. Misicant! 3-0! Heerlijke treffer. Nu aan de andere kant. Valt hij goed en valt hij erin. En is het 1-1. Misicant. Ja, nu dan. Hij schuift de bal heel rustig in de verre hoek. Virgil Misicant. Dus ik heb hele mooie momenten mogen meemaken. Maar ook ja, een vervelende moment dan met mijn broeder Jody. Er zijn soms belangrijkere dingen dan voetbal. Vaak zelfs. Vandaag is zo'n dag. Zo'n dag waar
je met gemengde gevoelens naar een voetbalwedstrijd gaat kijken. Want het zal u vast niet ontgaan zijn. Deze week, begin deze week, kwam het bericht naar buiten dat Jody Lukoki is overleden. Ja, dat was toch ook een moment wat je hopelijk niet... Ja, je wil dat soort dingen niet meemaken. En niet alleen in de voetbal niet, maar gewoon in het leven weer dat soort dingen niet meemaken. Het is altijd vervelend om iemand te verliezen. En dan ook nog op de manier hoe. En ja, een van onze dromen waren was toch dat we samen bij FC Twente op de flanken konden spelen. Maar hoe we dat dan tegen Groningen hebben ingevuld als team zijnde, hoe we zeg maar, voor de wedstrijd als team het veld opliepen met zijn zoontje, hoe het stadion You Never Walk Alone zong en gewoon heel die dag, ja, dat je dan aan het einde van de wedstrijd nog krijgt te horen dat je Europees voetbal gaat spelen. Daar hadden wij als team zijnde wel het gevoel van dat Jody even bij ons was. Hoe belangrijk is familie voor je? Ja, heel belangrijk. Ik ben met ze opgegroeid en we hebben echt hele leuke tijden. Gaat ook mindere tijden en dat maak je natuurlijk ook mee. En ja, maar we zijn nog steeds heel close met elkaar. Met kerst, met oud en nieuw, met verjaardagen. En ook gewoon normale dagen zien we elkaar. We facetimen elkaar. Na wedstrijden hebben we het over de wedstrijd. Als ik een goal heb gemaakt, dan hebben we het uitgebreid over die goal. En ook als ik een actie maak, hebben we het uitgebreid over die actie. Dus ja, we hebben het gewoon over heel veel leuke dingen.